De Miss en Mister verkiezing is natuurlijk voor de mooiste en voor de mooiste man en voor de mooiste vrouw van het toernooi. Moeten natuurlijk wel deelnemers zijn. We beginnen met een voorronde. Iedereen kan nominaties opsturen naar mij of naar iemand anders van de persdienst. Daaruit kiezen wij 3 personen en dan gaat er gewoon via stembiljetjes wie de meeste stemmen krijgt. Die is de winnaar geworden van de Miss en Mister verkiezing. Rick lijkt me kansloos. Martijn vind ik persoonlijk wel een knappe jongen, dus mogen de beste winnen. Oh, meisje. Ja, Frederik is wel mooi, maar ik hoop wel dat Rosa, als ik word gekozen, hoop ik dat ik naast Rosa Rasma sta. Ik denk Rosa en Martijn. Frederike en Martijn. Ja, bij de Mister gaat het tussen David Slachter en tussen mij. En Rick Schuurman, maar die stond in de tussenstand toch wel een stuk achter. En bij de meisjes, ik weet het niet, ik denk Rosa, maar misschien Frederike. Of heel misschien toch nog Emma, ik weet het echt niet. We zullen zien. David. Ik denk dat Rosa gaat winnen. En Rosa. En David. En David. Nou, ik denk toch David Slachter. Ja, ja. Dat kwam vooral door dat filmpje van eergisteren. Ja. Wat was dat filmpje? Die heeft wel moves. Ja? Oké. Okay. Nee, ik zag hem vandaag tegen zijn bord zitten. Ik dacht gelijk. Dat is hem. En Miss? De Miss. Ja, betrouwbare bron. Toch vernomen dat Rosa Ratsma is. Ja, maar die ziet er ook erg goed uit. Ja? Oké. Okay. Dus wij hebben gestemd op Rosa Ratsma. Ik wil haar graag heel graag naar voren hebben. Een heel warm applaus. Rosa Ratsma. Met 43 stemmen, Martijn Otten. Hadden jullie dit verwacht? Ja, natuurlijk. Ja. Hoe voelen jullie je nu? Super blij. Ja, het is een enorme waardering natuurlijk. Ja. Ja, hier hebben we al die jaren voor geschaakt, toch? Ja. Ja, eigenlijk wel. Dus nu stoppen we. Ja, het is het hoogtepunt. Je moet je op je hoogtepunt stoppen, toch? En waarom heeft iedereen op jullie gestemd, denken jullie? Ja, ik weet niet. De concurrentie was wel zwaar natuurlijk. Ja, misschien wilden ze dat we gingen stoppen. Of, ik weet niet. Ja, maar we zijn heel erg blij. Laat het eens even horen. Yay! En er was even een gênant moment tijdens de prijsuitreiking. Martijn, kan je even over commenten? Ik dacht ik feliciteer haar ook even. Alleen, toen viel mijn kroon van mijn hoofd. Hij is nog een beetje klein namelijk. Dus ja, toen vielen alle kraaltjes eraf. Maar ja, dat kan gebeuren. Maar verder zijn we heel erg blij. Ja. En het is natuurlijk een enorme beloning voor ons. En, ja. Ja. En we gaan hebben er geen woorden voor. Maar gaat het ooit nog wat tussen jullie worden? Nee. Nee. Ja, we zijn nu een OJK winnaar. Ja, dat is onze relatie. Ja. OJK 2011. Kunnen jullie de relatie even met een knuffel... Yay! Yay!